just a motherfucking copycat. Fuck your ambiance. They call me lots. I lots. Chances that you fucking with me, probably not. Yo kijkers van Tenity, mijn naam is Simon, welkom bij een nieuwe serie, of ja, eigenlijk een oude serie nu we gaan doen omdat Jasper gestopt is met YouTube, zoals jullie in de volgende video kunnen zien. We gaan namelijk een nieuwe carrière starten, een Roda carrière waar Jasper ook al mee was begonnen. Eerst zijn we natuurlijk het vriendschappelijke toernooi waar we zo'n uitgenodigd, dan lijkt deze de makkelijkste. En dat is het ook, dus ik pak gewoon deze voor 3 miljoen. Ik wil nog eventjes zeggen, Jasper was natuurlijk al bij de maand december in de carrière. Dus wat ik waarschijnlijk ga doen is dat ik de volgende, of de aflevering daarna, gewoon super veel wedstrijden ook ga simuleren. Behalve wedstrijden die eigenlijk wel belangrijk zijn naar mijn mening, dat ik die nog wel ga spelen. In deze aflevering ga ik gewoon beginnen met vriendschappelijke toernooi en het spelers kopen. Ik ga dus niet de wedstrijden simuleren, maar ik wil zo snel mogelijk wel in december komen. Dus ik wil niet in ieder aflevering maar 3 wedstrijden doen, want dan haal ik Jasper nooit in waar hij was. En dan is de carrière denk ik ook te kort omdat de helft van het jaar al voorbij is. Maar Jasper heeft maar 8 afleveringen geüpload en hij was bijna op de helft van het eerste seizoen. Dus het gaat wel goed komen. Doelstelling nationale beker halen, kwartfinale gaat zeker weten lukken. Competitiedoelstelling is eindig halverwege de ranglijst. Gaat ook wel lukken denk ik. Ik speel op wereldklasse. Ik heb per wedstrijd halen 4 minuten ingesteld. Mijn doel of mijn transferbudget is geloof ik met 30% omhoog gegaan. Ja, omdat ik zoiets had. En dat is dus nou 2,5 miljoen. Daar kan ik wel wat leuks van kopen, denk ik. Dit is mijn team. Dat gaat nu nog eventjes veranderen. Eens kijken. Ik heb Boyacci hier nog staan. Boyacci is heel erg goed. Alleen aan een Boyacci is dat hij gehuurd is. En dus moet hij na 2 seizoenen weer weg. Bart Piemans zou ik er nog op de wissel staan. Die kan mooi in de wissel. Die staat sowieso in de wissel. En dan bij de reserves. En voor de rest zie ik niet heel veel verbeteringen. Als ik op een plek denk een nieuwe speler zou moeten halen, dan is het op het middenveld. Want Noor is de slechtste speler van het team. Ik kan ook veel wisselspelers die op het middenveld kunnen. Ik denk dat, ja, Paulus is ook heel erg jong natuurlijk. Dus Paulus kan er wel staan. Misschien een central back, een linksback, dat is altijd wel fijn. En misschien een nieuwe spits. Want ja, ik weet dat de Roda spitsen niet zo heel erg goed zijn. Dus laten we daar maar eventjes voor gaan zoeken dan. Ik heb wat spelers uitgekocht waar ik wel van denk van ja, die wil ik wel graag bij mijn team hebben, want die zijn op zich best wel goed. Namelijk George Mayer, boeien niet hoe ik hem uitspreek, Malone, Ta, Grimaldo, Ali, Sané en Koya. Zoals je kan zien zijn er 2 middenvelders, 1 spits en 4 verdedigers. Van die 4 verdedigers wil ik er maar eentje kopen, alleen ik kon niet echt een hele goede central back vinden die ik ook wel eigenlijk sowieso kan lenen. Want ik wil het liefst de spelers lenen namelijk. En Grimaldo weet ik al zeker van dat ik hem kan lenen. En ik geloof dat Grimaldo ook wel een speler is, moet ik even kijken, die niet per se op de central back hoeft te staan. Nee, best op de linksback. Zoals je ziet, linksachter CM, LM en LB. Dat is gewoon enorm handig, want hij hoeft niet alleen linksachter te staan. Ali, ja, spreekt voor zich. Een hartstikke goede voetballer. Speelde in het nationale elftal van Engeland. Staat in de basis bij Tottenham Hotspur. Deze is trouwens ook best wel realistisch, omdat Roda in het echt natuurlijk ook een contract heeft met Tottenham Hotspur vanaf dit seizoen. En dus ook spelers krijgt van Tottenham. Daarom vond ik het wel leuk om te proberen Ali te halen. Die is natuurlijk ook heel erg goed. Deze ga ik sowieso proberen te huren. Dit is wel realistisch. Moet ik wel eventjes mijn salarisbudget even snel aanpassen. En dan met Sané en Correa, daar gaan we het nou even over hebben. Sané is natuurlijk een jongere speler van Schalke. En Sané heb ik ook bij PSV en daar is hij ook best wel goed. Dus ik dacht van ja, misschien kan ik hem ook wel bij Roda halen. Een positie waar ik niet heel veel heb voor spelers zeg maar neer te zetten bij Roda. Wat ga ik hier doen? Ga ik hem gewoon huren voor 2 jaar zonder toekomstige transfersom? Hij is ook best wel veel waard. Ja, 20 miljoen is veel te hoog. Dat is best dom dat ik dat doe. Nee, natuurlijk niet. Zou ik gewoon 15 miljoen of zo doen. Eens kijken. Ook te hoog. 13, 12 miljoen. Want hij is nu al boven de 70 rated. Oh, nou. Weet je wat ik denk? Ik denk dat ik gewoon 8 miljoen of zo doe. 7 miljoen. Minder dan dit. Ja, oké. 7 miljoen. Misschien zelfs nog te laag. Dan wil ik, ja, ik wil nog een verdediger. Dan ga ik toch voor Grimaldo. Omdat ik die op meer plekken kan neerzetten. En zijn contract loopt over 11 maanden af. Dus misschien is het allemaal handig als ik hem gewoon voor 1 jaar huur. En dan geen toekomstige transfers omdat zijn contract afloopt natuurlijk. Dat doe ik gewoon zo. Oh, ik heb een toekomstige transfersom van 0 euro. Dus die komt sowieso niet, dan moet ik daar even veranderen. Dan ga ik hier nog even naar kijken, misschien dat ik hier nog één van deze 3 probeer te halen. Ik denk dat die daar niet lukt omdat hij net is overgekomen. Hij heeft dan wel rotatiespeler daar staan, dus ik kan natuurlijk gewoon proberen om Ta te halen. Voor de rest had ik hier nog Malone staan. Het is een minder goede club. Waarschijnlijk speelt hij daar aan de basis en kan ik hem niet kopen. Ja, belangrijk speler is het team. Dat gaat niet lukken en dit is ook een minder goede club.
geloof ook een club uit. Ja, kijk, het is ook een belangrijk spelersteam. Het gaat ook niet lukken. En nog Leo Sané en Correa. Ik geloof dat Correa een veel hoger salarisbudget heeft dan de rest. Ja, dat zie je. Hij is wel rotatiespeler, maar hij is gewoon veel waard. Volgens Sané, hem kan ik nog wel kopen. Maar ik kan ze niet allemaal kopen, dat moet ik me wel beseffen. Want ze hebben allemaal 35.000 salarisbudget en Roda heeft gewoon niet zo heel groot budget. Dus ik hoop dat ik wel nog twee van deze spelers sowieso kan kopen. En ik hoop dat dat Ali en Grimaldo zijn. Misschien dat ik later voor Sané of Taga kijken als het vriendschappelijke toernooi is afgelopen. Maar deze twee spelers lijken me wel echt hele erge sleutelspelers voor het elftal van Roda. Oké, we hebben drie leenvoorstellen die geaccepteerd zijn. Ja, van Grimaldo is natuurlijk afgewezen omdat ik per ongeluk daar 0 euro had gedaan. Maar ik wil er helemaal niks doen omdat Grimaldo zijn contract over 1 jaar afloopt. En ik hem misschien dan gewoon in één keer bij de club kan kopen. Grimaldo is een goede speler, zou mooi zijn als ik hem kan halen. Dan hebben we een Sta, die heeft het geaccepteerd. En we hebben Sané, die heeft het ook geaccepteerd. Wacht, Sané is hier. Ik weet niet wat ik hiervan moet gaan doen. Aangezien ik nog niet zeker weet welke spelers ik wil gaan kopen eigenlijk van de spelers die ik heb. Dus ik kies daar nog geen van. En ik ga dan toch nou voordat ik... Oh, leenaanbieding vind ik wat acceptabel. We zijn niet of we met hem gaan. Misschien komt hij. Als Ali komt, dan kunnen we echt... Daar hebben we een hele goede speler van het middenveld. Dat zou echt zo chill zijn. Maar we moeten nu onze eerste wedstrijd spelen tegen Poznan of zoiets. Leg Poznan. Ik ken de club helemaal niet. We spelen met het team wat we net ook al zagen. Op wereldklasse 4 minuten per helft. En hopelijk winnen we deze wedstrijd gewoon. De eerste wedstrijd van de carrière spelen we in het Old Trafford Stadion in de European International Club. Ik geloof dat Jasper deze ook deed. Ik wilde wel eigenlijk iets sneller doorheen gaan, maar ik denk dat de cup op het begin wel gewoon een leuk moment is om een beetje bij stil te staan. En toch te hopen dat we deze cup gaan winnen. Want de cup is best belangrijk, denk ik, voor het begin van FIFA. Als je een team hebt met weinig budget en vooral voor Roda is dat dus heel erg handig. Oh nee, ze zijn er nou al doorheen. Ze zijn er nu al doorheen. Probeer die bal te pakken. Oh fuck, goede paas naar binnen. Goede paas terug. Nee, oh, dit is slecht. Oh nee, we staan er met 1-0 achter na 5 minuten. Knap uitgespeeld van Lech Poznań. Ik weet niet precies hoe die club heet. Dan maakt me echt een vlaggetje tussen de benen. Ja, maakt niet uit. 1-0 achter, het zijn pas 5 minuten bezig, dus het kan er allemaal goed komen. Het doelpunt was van Tomalla. Denk je dat ik de speler ken? Nou, eigenlijk niet. Maar het komt wel goed. Fike dan. Fike, houd balbezit. Tik hem naar binnen. Van Hiefte, eerste schot, gevaarlijk. Maar geen doelpunt, ik wist niet goed waar de bal lag. Omdat het een beetje vreemd was hoe de bal daar viel. Maar goed, we zijn aan het aanvallen en het gaat niet slecht. Nee, dit is niet chill. Dit is totaal niet chill. Dit is totaal niet chill. Nee, ho op de lat. Ho, ho, ho. Daar stonden we bijna maar 2-0 achter. Kom op van Peppe. Oh, heerlijk gedaan. Misschien nog wel een counterkans nu. Misschien nog wel een counterkans. Boyachi, kom op. Boyachi, tikkie. Ah, fuck jou, Boyachi. Fuck jou. De eerste helft is afgelopen. We staan 1-0 achter. We hebben op zich wel kansen. Zij hadden eigenlijk maar 2 echte kansen. Misschien zullen we het dadelijk wel eventjes zien bij de statistieken. Als we 1 wedstrijd zouden verliezen, dan zou het natuurlijk helemaal niet erg zijn. Ja, wij hadden 1 schot op doel. Ik had wel het gevoel dat we meer druk hadden. Zij waren natuurlijk de hele tijd achter een ronde en tikken. Daarom hebben ze ook veel meer bal bezit. Maar laten we hopen dat we in de tweede helft gewoon veel sterker zijn. En nog de 1-1 binnenslepen. En misschien wel maar 2-1 winnen. Fike. Fike op Boyachi, die gaat binnen door. Juric met de 1-1, ons eerste doelpunt van de carrière. Goed uitgespeeld, vlak naar de aftrap eigenlijk al. 49e minuut spelen wij deze, ja, dit is gewoon mooi uitgespeeld. Boyachi, ja, hier is Fike aan de bal. Fike speelt maar Boyachi en Boyachi ziet gewoon Juric heel mooi diep lopen. En Juric draait hem rustig om de keeper in. Dan staan we met 1-1 nu gelijk en we maken altijd kans natuurlijk op die 2-1. Want nu is het weer, ja, nu is weer alles kan nu weer. Sanko, Dijkhuizen weer. Dat veel pasen, dat heeft echt heel veel zin. Kijk, hier alweer, ligt er veel ruimte in het midden. En Juric komt er alweer uit, hoor. Juric komt er alweer uit, net toen ik het zei. Veel pasen, dat heeft zin tegen wereldklasse. 2 doelpunten van Juric, hij bewijst zichzelf nu al. En Juric is niet geleend, dus we houden hem gewoon voor altijd, hè. Ik hoop dat Juric zich wel hoog wordt in rating. Dit is gewoon weer goed uitgespeeld, sterk aan de bal gebleven van Juric. En hij draait hem eigenlijk precies hetzelfde als het volgende doelpunt. Rustig links om de keeper heen. 2-0 voorsprong, mooi. Oh, ja, nu die defensies. Oh, dit scheelde niks. Dit scheelde helemaal niks. Dat was Sanko met zijn dikke, sappige, malse beentjes voor. Deze man. Knap gedaan. Anders was het 2-2. Geweldig verdedigd. Oh, nee. Oh, nee. I fucked up. Fike. Hoe?
Dit is het begin van een prachtige aanval als het goed is. Een prachtige aanval zoals ik ook al zei. Kan Juric zijn derde doelpunt maken? Nee. Nee. Oh, jammer. Fike speelde het zo mooi daar. En de bal wordt zo goed diep gespeeld. Alleen Juric die dat eigenlijk helaas niet afmaakt. Hij wilde hem dit keer hard schieten in plaats van rustig om de keeper in draaien. En aan de andere kant komen ze er bijna uit. Maar weet ik de bal rustig terug te tikken. Dan staat nog steeds gewoon 2-1 voor ons in de 75ste minuut. Oh, kijk daar. Kijk daar loopt Boyacci. Daar loopt Boyacci. En Boyacci moet nu eigenlijk naar binnen komen. Maar er is geen ruimte. Wordt hij bijna getackled. Blijf op de been. Is hier in de 16. Kan Juric een derde doelpunt maken? Juric 3-1. Hoppa. Nice. Er ligt heel veel ruimte achterin natuurlijk als je op wereldklasse speelt en voor staat. Dan gaan ze één keer volop naar voren spelen. En Juric bewijst zichzelf maar weer door in zijn eerste wedstrijd. De beste speler van het team op dit moment maakt in zijn eerste wedstrijd een volledige hat-trick. In één helft scoort hij 3 keer. Prachtig Juric. De doelpunt was ook weer gewoon links over de keeper ingeschoten. En hiermee winnen we de wedstrijd gewoon. De wedstrijd is inderdaad dan afgelopen. 3-1 overwinning, ik ben zeer tevreden. We kwamen 1-0 achter, dat was iets zwakker. Juric neemt de wedstrijdbal mee naar huis uiteindelijk. Hij maakt 3 doelpunten in 1 helft. We pakten in de tweede helft echt het overwicht. We hebben 5 schoten op doel gehad. En we hebben totaal ook maar 5 schoten gehad. Waarvan we er 3 van gescoord hebben. Juric met in zijn eerste wedstrijd een 9,9. Laten we eens kijken wat de andere teams hebben gemaakt in onze pool. Als ik dit zo zie, Wolverhampton. Ik geloof dat dat onze moeilijkste tegenstander is, want Millwall is niet zo heel erg goed. Ja, kijk, oh, ze zitten ook bij ons in de pool. Dus ja, dan moeten we volgende wedstrijd tegen. Als we die wedstrijd winnen, dan zijn we al 100% zeker door in de European International Cup. Hebben we nog een berichtje gekregen van de club? Nee, dat hebben we niet meer. Laten we hem even te snel nog een dagje verder gaan. En ik denk dat ik zo nog even ga trainen. Tottenham Hotspurs, ze hebben Ali geaccepteerd. Dit is geweldig, want als ik Ali in mijn team heb, wat ik nu ook meteen ga doen. Want Ali is gewoon eigenlijk een van de beste spelers. Een van de grootste talenten van de wereld, denk ik wel. Laten we eens kijken hoeveel rated hij is, want hij gaat sowieso in de basis staan hoor. Ali is een goede voetballer. Maar dan moet ik wel even denken voor wie hij in de basis gaat staan. Misschien wel voor Griffiths. Ali is 71 rated nu. Dat is op zich niet helemaal niet slecht, want hij is dan de hoogst gerateerde speler van het team met samen Boyacci. Hij gaat op de plek van Griffiths staan. Dus nu een beetje kijken van welke speler hebben we nog een... Welke plek hebben we nog een nieuwe speler nodig? Ik weet dat ik Sanko wil houden, Dijkhuis wil houden. Swinkels, ik vind hem ook wel een held. Hij is groot en sterk. Ja, Van Peppe is ook wel goed. Alleen hier kan natuurlijk Grimaldo staan. Dus ik denk dat ik hier op de plek van Van Peppe nog Grimaldo haal. En dan een beetje ga kijken wat ik voor de rest nog ga doen. Dit was in ieder geval wel nog een hele goede aankoop, Ali, die ik daar heb gedaan. Ik had net gezien dat het bod van Grimaldo ook geaccepteerd was. Alleen ik heb natuurlijk te weinig salarisbudget. Misschien dat ik het nog wel haal als ik het hele... transferbudget omzet in salarisbudget. Dat heb ik dus nu gedaan en dan haal ik het makkelijk. Dan heb ik dus ook Grimaldo al voor mijn volgende wedstrijd. En ik weet dat Grimaldo makkelijk mee kan met de basis. Ja, als ik nog één van hun twee wil halen, dan is het liefste dat ik dan Sané zou halen. En dan moet ik nog 17.500 bij mijn salarisbudget toevoegen. Smeets wil spelen de volgende wedstrijd omdat het een wedstrijd is in een vriendschappelijke cup. Laten wij Smeets maar een wedstrijdje meespelen. Laten we op de plek van Fike... Nee, op de plek van Van Hiefte dan. Want ik vond Fike een hele belangrijke speler in de vorige wedstrijd. Fike is in het echt natuurlijk ook een hele belangrijke speler voor Roda. Grimaldo die mag dan vandaag in de basis beginnen. En Ali begint ook in de basis. Dus laten we hopen dat deze twee spelers in deze eerste wedstrijd van hun meteen al een beetje verschil kunnen maken tegen Wolverhampton. En dan ja, gaan we gewoon volop met heel veel vertrouwen die wedstrijd in. We zijn daar hartstikke klaar voor. En we spelen vandaag uit in het Old Trafford Stadion. Ik weet niet of dat überhaupt wat uitmaakt. Maar we moeten deze wedstrijd winnen om door te gaan. Kom op Smeets, even een goed paasje. Op Grimal, ja nou. Dat was ook een goede paas. Weet je, hij kwam al aan. Dat is dan het eerste, maar hij moet ook goed doorgespeeld worden. Oh, die bal gaat prachtig. Die bij Boyacci. Boyacci. Oh, hij draait hier mooi naar binnen, jongens. Kom op. Een tikkie. En Paulus, die komt op Juric. Oh, Juric, kom op. Juric. Ja, who the fuck? Ik wil het in herhaling zien. Hij trapte gewoon één keer volledig naast de bal. Ik voelde mijn controller trillen. Dus ik geloofde dat ik werd getackled. Maar Juric rende gewoon door. En hij had de bal gewoon recht voor zich liggen. De keeper zat niet meer in het doel. Hier deed hij Boyacci mooi. Tikt de bal op Jorrit Hendricks zoals hij wil schieten. Juric trapt volledig naast de bal. En weet de bal daarna nog wel te pakken. En trapt hem gewoon in het doel. En we staan met 1-0 voor. Tegen de nummer 2 van het klassement. En dan maakt Juric als een vierde doelpunt in 2 wedstrijden. Niet normaal, laten we dit doortrekken en volhouden. Die 1-0 voorsprong die moeten we houden en dat gebeurt hier niet. Holy shit, die was hard. Oké, ik vind het niet fijn dat we nu weer gelijk staan.
Maar dat doelpunt wil ik wel echt gewoon, dit was echt mooi, dat wil ik gewoon echt een keertje in herhaling zien. Die bal wordt terug in de 16 gekopt en die moet gewoon keihard op de volley. Kom keihard op de lat en ja, hij zit gewoon erin. Ik kan er helemaal niks tegen doen. En dan speelt Dijkhuizen de bal hier op het centrum. Maar Paulussen, die speelt maar Bojacci. En Bojacci moet hier zelf gaan. Die schiet en die maakt het 2-1. Meteen na het doelpunt van Wolverhampton. Pak hier Bojacci de bal en scoorde hem. Of ja, hij pakte hem niet zelf. Want dat was alweer een heel goed teamwork. Dijkhuizen die daar eigenlijk het beste deed. Want zoals je ziet hier, Dijkhuizen aan de bal. Die is ook wel echt iemand die in het centrum staat. Die speelt de bal geloof ik op Smeets of zo. Die speelde maar Bojacci en die draaide hem perfect om de keeper heen. Daarmee maakt hij ook zijn eerste doelpunt voor onze club. En dan staan we toch wel voor met 2-1. 4 minuten na het eerste doelpunt. Prachtig, mooi gedaan. Nee. Nog een kans in de 90ste minuut voor Wolverhampton. Die bal wordt weggekopt, wordt niet weggewerkt. De berg weg met die bal. Ga weg. Nee. Nee, fuck, wat gebeurt hier allemaal? Wordt die wedstrijd afgefloten? Ja, die wedstrijd wordt afgefloten. We winnen met 2-1. En daarmee staan we op 6 punten na 2 wedstrijden. Terwijl de andere clubs alle op 3 punten staan. En daarmee zijn we eigenlijk gewoon 100% zeker van het doorgaan in de cup. Want als ik eventjes kijk, is het 2-1 geworden voor Leg Poznan. En wij hebben nog altijd een doelsaldo van plus 3. Leg Poznan heeft nu een doelsaldo van min 1. Moet alleen nog tegen Wenders FC. Stel we zouden die verliezen. En stel, ja, we zijn gewoon 100% zeker door. Ik vond het een goede aflevering, we hebben veel gedaan. We hebben nieuwe spelers gehaald. En ja, ik ben best wel hyped voor de Roda Carrière. Want deze wil ik ook heel erg graag doen en Jasper delen. Dus doe allemaal dat blauwe duimpje omhoog. Dan zie ik jullie in de volgende video weer. Als jullie ook allemaal gesubscribed hebben op ons kanaal. En dan gaan we lekker door met de Roda Carrière. Later.